fun. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag wat anders doen of wat bijzonders. Iets wat ik misschien al een tijdje niet gedaan heb. Of ik weet eigenlijk niet eens of ik het überhaupt ooit wel in een video heb laten zien. Maar we gaan een actie draaien zodat we een beetje in de kleding kunnen zien in burger. En wij noemen het burger als we geen politieuniform aan hebben. En we wel iets in actie gaan doen. Je kunt al zien, ik heb de bewapening om. En de rest moet ik straks nog eventjes omhangen. En dus altijd even zoeken hoe we dat netjes kunnen verbergen. Maar we gaan dus een actie draaien. En er is op het laatste moment wel wat veranderd in deze actie. En dat heeft te maken dat we in eerste instantie een actie zouden draaien samen met Midden Nederland, de landelijke eenheid en een aantal vervoerders, waaronder de NS en degene die hier over de bussen gaat. En ik weet even niet meer wie dat zijn, Q-bus geloof ik. Maar we zouden een actie draaien om overlast tegen te gaan, tegen de agressie tegen de vervoerder. Hè, als we controleren op bijvoorbeeld vervoersbewijzen, maar ook overlast van bijvoorbeeld in het winkelcentrum. Het is koopavond of in ieder geval personen die rondom het stationsgebied en in de stad voor overlast veroorzaken of zich bezighouden met bijvoorbeeld winkeldiefstallen of strooptochten. Nou, verzin het maar om dat soort zaken allemaal in de smiezen te houden en aan te pakken. Alleen het probleem, de verandering is in die zin dat de collega's van Midden Nederland door omstandigheden deze actie helaas niet bij konden zijn. Waardoor de actie een stuk kleiner geworden is. Nu zijn we met een klein aantal mensen nog van de landelijke eenheid en hebben de actie wat moeten downsizen. Wat we dus nu gaan doen, we gaan in samenspraak met medewerkers van Veiligheid en Service allemaal in burger werken en een aantal van hun in uniform. En dan gaan we rondom het stationsgebied, in ieder geval eigenlijk hetzelfde noemen, dan wat kleiner en gericht op het station. Dus de vervoerder in dit geval die gaat controleren of mensen dus niet illegaal over de poortjes gaan, of ze wel een vervoerbewijs hebben of andere strafbare feiten plegen in het station. En wij zullen daarbij ondersteunen op het moment dat ze bijvoorbeeld een controle of verstaanhouding hebben. Kunnen wij daar ondersteunen als bijvoorbeeld last worden gevallen of elkaars bevoegdheden gebruiken. Maar daarnaast zullen we ook optreden aan zogenaamd mobiel banditisme. Een bekend probleem zijn bijvoorbeeld bedelaars. En niet eens in de bedelaars die echt bedelen omdat ze gewoon een financiële middelen hebben, maar bedelaars die optreden in mogelijk criminele verbanden of netwerken. Maar ook het controleren van mobiel banditisme, zoals ik eerder al zei. Personen die dus bewust de stad in gaan om winkels te leeg te stelen en weer terug te gaan. En die gaan vaak dan weer met de trein terug. Die ook weer in ieder geval eruit te kunnen pikken en te controleren. En ook toezicht eventueel op zakrollerij en eigenlijk alles wat met overlast te maken heeft. Dat soort acties gaan we draaien vandaag. Voor nu gaan we naar de briefing, de collega's verzamelen. En dan gaan we beginnen. Heb je een aanhouding? Goed, onze badge houden we niet meer aan. We gaan gewoon van die capaciteit gebruik maken. Gewoon veel plezier. 41-34, we hebben het ook in de mannetje vrijdraaien, de grote actie. Nee, maar goed ook hoor. Als je was gaan rennen, was ik ook bang. Ik vond dat niet goed. Maar ja, een beetje plaat was. Ik heb actie hier bij de Jaanbus. Ja, je weet niet dat dat wordt verplicht. Je mag een advocaat raadpleeg even bij de kosten. Dat was de reden waarom ik je kaartje voor je heb. Of even weten. Zou ik dat er eens kunnen doen? Wat zit mijn rol niet gevraagd? Dat is meer de Een loopkaartje. Die gebruiken ze eigenlijk op de locatie exclusief. Ah. Alleen het wordt geïnterpreteerd als dit een soort identificatiemiddel inmiddels. Twee? Dat is gek. Hoor. Dutch? Nee, oké. Wat is het? Het gaat wat zegt u? Wat zegt u? 66,40 €. Hoe heb je ticket pour le train? Ik heb wat gepast voor. Kart identiteit. Nee, maar ik ook leuk mijn sleutel even kijken. Je hebt ze gegeven, hè?
Luister, kijk, je mag voor mij even meekijken als je niet gelooft. De laatste keer dat je daadwerkelijk een toetsen met eind- en uitcheck hebt gedaan, is op 30 augustus. Hello sir, police. Do you have an ID card or passport on you? Because of what? Because of what? It's not a valid train ticket. Passport. You touch my dick or what? I don't give you my ID card because you're not German police. Hello, police. You're not German police. Hey, Dutch police, we're in Holland. I know it. Yeah. So that's why you get not so my card. Your ID, please. You have my name, look for that. I have made nothing. Please. You can arrest me if you want, but you don't get my ID. What's that? Das wird echt peinlich für euch, wisst ihr das? Wieso denn? Ich will nicht, dass ihr meine Karte anfasst. Fein. Ich möchte nicht, dass ihr meine Karte anfasst. Wenn Sie ruhig waren, kann ich mal angucken. Ich bin so entspannt, ich fall gleich um, ja? Super. Ja, dann können Sie gleich. Ich könnte jetzt auch ein drittes Mal fragen. Dann mache ich wieder nichts. Sie gleich das Bahnhof verlassen, bitte. Dit is ook weer een bijzondere situatie misschien ook wel. In ieder geval een meneer die zonder vervoerbewijs langs de poortjes ging. Werd gecontroleerd en aangesproken door de collega's en zeer agressief reageerde. Ook bij het aanspreken door de politiecollega's wilde hij niet echt meewerken. In dit geval was het een meneer die zonder vaste verwonen verblijfplaats is. En in het systeem kon hem in ieder geval navragen. Nou, uiteindelijk op veel wikken en wegen en op hem inpraten liet hij op afstand een ID-kaart zien. Dus konden we wel redelijk verifiëren. Of konden we hem eigenlijk gewoon verifiëren. Ook met de gegevens in onze telefoon. Hadden en zagen we ook dat meneer vaker in het land voorkomt met ook verward gedrag. Ja, in dit geval noteren we en leggen we dit ook allemaal netjes vast en daarna is meneer met vervolg gegaan. Waar is het paspoort? Ja, paspoort. Waar is die? Hoe is het zo? Maar waar is je paspoort? Waar is je paspoort? Maar het is geen GBA, dan is het SKDB waar die staat of zo. Waar is je ID of paspoort? ID had al. No, there's no ID. Cool. Twee cool. You get a fine for not showing your ID or passport at the police. Okay, but it is not an official document. You have to ask at the COA for an vreemdelingen ID. COA has to do more. Has La Carte come ID? Okay. I will notice that as statement. Hebben ze juist ondersteund bij een controle. In dit geval was het controle niet zozeer dat hij bij de poortjes werd gecontroleerd, maar een controle van eigenlijk een hoofdconducteur die in de trein iemand aantrof, of twee personen in dit geval, die geen geldig vervoersbewijs hadden en ook geen identiteitsbewijs of legitimatiebewijs om te kunnen tonen. Dus we werden aangestuurd samen met de medewerkers van de NS om de controle uit te voeren en over te nemen op perron. Nou, hebben we uiteindelijk gedaan. En wat ons in dit geval opvalt, waren dit twee asielzoekers die geen identiteitspapieren bij zich hadden. Ze hadden alleen wat papieren van de COA. En wat me dan wel opvalt, wij zien dan in een van de systemen dat de personen ook geen rechtmatige verblijfsvergunning meer krijgen. Dus het is heel raar, ze kunnen dus geen officiële document aanvragen. Maar ze zijn dus wel in Nederland en ze hebben dus ook geen officiële document om te laten zien. Nou, bijzondere situatie. In ieder geval, de heren zijn wel in dit geval voorzien van de nodige procesverbalen. Wij leggen hier voor alles vast en gaan we verder met de actie. Ik heb niks op Bluestot. We kregen zojuist een melding van een kleine verdachte situatie. In ieder geval collega's in Burger zagen een meneer lopen die een beetje een rare route had, om het zo maar te zeggen. Die liep over het perron heen langs een aantal reizigers en die had het idee, misschien wil hij gaan zakken rollen of iets stelen. Dus ze hebben hem even gevolgd. Uiteindelijk is hij een perron opgegaan en helemaal aan het einde bij een perron gaan staan. En toen dachten ze, het is wel een beetje raar, maar we hebben ook niet echt heel veel het idee dat hij echt gaat stelen. Dus maar we willen het wel even controleren. Nou, in dit geval stak meneer een sigaret op een plek waar het niet meer mag. Dus ze hadden een mooie aanleiding in ieder geval om
op de goede grond alvast een identiteitsbewijs en controle te kunnen doen. Uiteindelijk meneer gecontroleerd en denk ik, als ik ook zie als antecedent en het verhaal, dat hij gewoon een beetje aan het zoeken was waar hij heen moest. Dus na controle was alles in orde. Ja, wat ik zo zie, kan u gewoon dadelijk weer op reis, meneer. Ja, nee, maar heeft u een vervoerbewijs? Ja. Die heeft u niet. Heeft u een legitimatiebewijs nodig? Heb ik niet bij. Heb u niet bij zich? Heb u wat anders met uw naam ik erop? Ik kom niks bij jou, ik kan naar die kassa gaan. Nou ja, nee, goed, laat ik het zo voor, meneer. Ik ben op dit moment heel even een verdachte voor mij. Dus ik heb bijna voor uw identiteitsgegevens nodig, ja. Ik ben verdachte voor jou. Wie definieert u? Mag u? Kunt u lopen of niet? Ja? Kan u lopen of niet? U ziet er een beetje shaky uit, dat ik vraag. Wat voor shake ben ik nou? Hoe kom je daar nou bij, man? U trilt een beetje, begrijpt u wat ik bedoel? Wat moet ik trillen? Voor wat? Nee, niet voor mij, maar misschien gewoon uw gezondheid. Ga u even verjeren, u mag met mij meelopen. Gaan we even naar de patterijmen toe. Ja, ik heb een identiteitsbewijs nodig. Waarom moet je me verjeren? Voor wat? Wat heb ik er nou? U heeft geen geldig vervoerbewijs. Dat is de reden dat u me verjeren. Wat moet je me verjeren? Omdat u maakt een identiteitsbewijs. Waarom gaat u niet blanke mensen verjeren? Dat heeft niks te maken met wit, zwart, links, rechts. Paas, whatever. U kan meelopen, meneer. Gaat u dat gewoon vrijwillig doen? Blijf even staan. Blijf even staan. Blijf even staan. Rustig. Kalm. We gaan deze kant op. We gaan deze kant op. Ik ga jou duwen. Dan moet jij aan de andere kant op lopen. Dan waar ik je heen probeer. Ga met je mond praten toch? Nogmaals, kijk eens goed. We hebben niks. Het maakt niet uit dat je politie bent. Mag je even je zakken leeg maken? Dat je politie bent, mag je mij mishandelen. Mag je even je zakken leeg maken? Dat je met je mee kan pijn hebt gedaan. Ga dus heel even aan de zijkant leggen, ja? Ik vind het heel prettig in dat... Trillen, wat kan ik doen? Wat is jacht, man? Wat kan ik doen, man? Dit ben je die sterke mensen gaan doen. Hallo? Heeft u verder nog messen bij zich? Ik heb geen messen bij me. Slagsteek of stelwapen? Ik heb gewoon alleen mijn hamer waarmee ik werk heb ik bij me. Uw hamer? Waar heeft u die hamer zitten? Hier, waarmee ik werk. Ik pak dat ding gewoon, man. Dus met wat ik waarmee ik werk heb ik bij me. Meneer, van de reclassering. Meneer, sneller u luistert, u kunt heel snel gaan. Zou ik even meteen naam hebben? Wilt u krijgt u straks alle namen, wilt u mij even de jas uitdoen? Dank u wel. Ik heb uw naam hebben. En even uw tasje afdoen als u hier op de toonbank mooi tot het ding wilt leggen. Ik heb helemaal niks meer bij. Wat heeft u allemaal in de zakje zitten? Je mag kijken, jongen. Ja, dat gaan we doen. Alleen jouw naam moet ik hebben, ik moet die hebben als de naam hebben. Mijn naam is hier van Jan Willem, of dat straks opschrijven. Ik heb zien dat je wordt opgeroepen. Broeder, hij mag gewoon zien zo hard geslagen met. Ik probeer het u uit te leggen, maar ik wil niet. Hij zegt, ik loop gewoon zo, ik weet niet welke kant ik moet lopen, dan gaat hij me gewoon slaan. We zijn inmiddels aangekomen bij de volgende controle. Bij deze meneer werd het ook weer gecontroleerd omdat hij zonder vervoerbewijs binnen de poortjes was op het perron. En uiteindelijk wilden ze daarvoor een identiteit achterhalen. Meneer kon niks tonen of wilde niks tonen. Uiteindelijk is meneer daarvoor meegenomen naar een afzonderlijke ruimte om hem daar even te fouilleren om te kijken of hij er geen documenten bij zich had. Nou, uiteindelijk konden we wel ook de gegevens in het politiesysteem ook achterhalen, dus dat scheelt. Maar wel bij de fouillering troffen we wat voorwerpen aan. Ik weet niet of jullie dat, ik zal het op beeld even laten zien, zo'n pijpje dat wordt gebruikt om drugs tot je te nemen, maar ook een aantal voorwerpen. Je denkt, hij had een hamer letterlijk in zijn onderbroek, zeg maar, in zijn broek verstopt en een mesje en een schaar. Nou, allemaal voorwerpen dat je denkt, ja, niet helemaal chill om bij je te hebben, zeg maar. Dus die hebben we in beslag genomen, heeft meneer uiteindelijk ook afstand van gedaan. Dus dat wordt vernietigd en meneer krijgt de nodige procesverbalen en moest naar het station verlaten. Wil je zeggen rustig op Facebook zitten? Dan toch die vlogger Jan. Ja, zeker meneer. Ja, hier, ik heb vloggen. Ja, ik zie het, ja. We zijn druk bezig inderdaad. Ja. Deze gaat ook volgens mij op... Wat zegt u? Deze gaat ook op YouTube. We gaan er wel een mooie video van maken. Dat weet ik niet. Ja, je maakt jezelf al beroemd, toch? Ja, dat is toch alleen maar goed. Ja, deze drie personen dachten heel slim te zijn. Eentje die ging met zijn kaartje naar binnen en de rest die ging er achteraan zonder met het kaartje in te checken. In ieder geval, die werden snel gesnapt door de controleploegen. Alle drie hebben hiervan een procesverbaal gehad voor het niet hebben van een vervoersbewijs. Ik heb een bom. Nee, Joost, ik vraag wat een bom.
Dit was wel weer een bijzondere melding, moet ik eerlijk zeggen. We kregen namelijk een melding dat de medewerkers van A2Go wat ruzie hadden met een meneer. Maar we dachten, misschien is er een winkeldiefstal, er zal wat tumult zijn, dus met meerdere eenheden te plaatsen. Het verhaal blijkt dus zo te zijn dat meneer had wat gekocht en die kreeg geen bonnetje uit de scankassa. En daar was hij boos om en de medewerker van Albert Heijn in dit geval had uitgelegd van ja, sorry, er was een pinstoring, dus ik kan geen bonnetje meegeven. En daarop kregen ze eigenlijk ruzie. Dus ja, we hebben daar een bemiddeld, om het zo maar te zeggen. We noteren alle gegevens en in ieder geval daarna zijn al beide partijen weggestuurd. En toch loopt hij er bewust door. Ik kan u niet geloven dat de stad misschien niet met de trein gaat of wat dan ook. Nee, ik heb geloof. Ik ga nu iets weten met u, ja. Denk ik. Als ik de foto dan mag zien. Ja, ik was ziek toen. Ja. Stel, je bent niet tot antwoorden verplicht. Je mag een advocaat laten tegen mij. We zijn inmiddels aangekomen bij een van de laatste meldingen, denk ik, die we nog troffen. Dit was een meneer die pas een paar dagen in Nederland aanwezig is. Hij had nog geen officiële documenten, maar had wel, hij werd in ieder geval gecontroleerd dat hij zonder vervoersbewijs ook de poortjes binnenkwam. In dit geval is meneer ook meegenomen om een identiteitsvering toe te passen. Nou, daaruit bleek dan uiteindelijk dus dat meneer nog geen geldige documenten had. Maar wat wel opviel, meneer had heel veel kleding met letterlijk de kaartjes nog aan, de kleding dingen staan, allemaal nog netjes in een nieuwe verpakking. Nou, ik begreep hier van de collega's en de HVA dat een bepaalde doelgroep waarvan bekend is dat ze bepaalde winkels in ieder geval leeg stelen. Wat ik eerder in de video zei, en dan gaan we met de treinen weer terug gaan naar de locaties waar ze verblijven. Dus dat was voor de collega's hier ook een trigger. Uiteindelijk is er een collega bij geweest die ook dezelfde taalmachtig was als deze meneer. Hij heeft een aantal vragen gesteld en deze meneer wist gewoon niet meer dat meneer dit gekocht had, hoe laat hij gekocht had, wat hij ervoor betaald had, welke winkel. Hij wist eigenlijk niks meer over te stellen. Hij had geen bonnetjes bij zich. Allemaal signalen waar wij dus denken, in ieder geval als politie. Volgens mij zijn deze goederen van die afkomstig. Nou, wat ik begrepen heb van de HVJ is overleg geweest met een officier van justitie op voorhand bij dit soort zaken om een bepaalde aanpak te doen. In dit geval worden de spullen in beslag genomen, onder bewaring genomen voor een aantal dagen. En heeft meneer 7 dagen de tijd om aan te kunnen tonen dat het van hem is en zo niet. Ja, dan gaat het terug naar de mogelijk rechtmatige eigenaar als die achterhaald kan worden en anders strafrechtelijke zaken opgestart. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van deze video. Dat kun je denk ik al een beetje zien op de beelden. Ik ga de auto ook klikken en dan richting huis. Wat ik nog even wilde vermelden in deze video, het is misschien, tenminste wat ik wel mooi vind om te zien is dat het begint vaak met laagdrempelig. Hè? Mensen die geen vervoerbewijs hebben, tenminste, dat zie je veel in de video. Natuurlijk hier en daar wat situaties die wat anders doen. Maar daarna merk je toch dat je bepaalde figuren eruit pikt. Zoals iemand die dan een beetje ruzie heeft bij de Albert Heijn. Of die met een hamer in zijn broeksband loopt. Of die met een gestolen goederen in zijn tas zit. Dus dat je inderdaad in die samenwerking en gebruik van elkaars bevoegdheden mooie, zoals wij dat noemen, MOBA mensen hebt. Hè, die is meegehouden mobiel banditisme. Of inderdaad toch met wapentuigachtige dingen op een stationshal lopen. Dus ik denk wel mooie resultaten over de actie. Het was wat rustig. We merken toch ook nog wel door de omstandigheden met corona het station. En het aantal bezoekers nog niet op volle toer is misschien ook wel. Dat gezegd hebben wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Laat me een duimpje als je niet gedaan hebt, abonneer. En dan, zoals ik al zei, ga ik naar huis. Doei!